Recentelijk circuleert er een opmerkelijk verhaal over Nathalie, de dochter van de bekende zanger André Hazes. Volgens geruchten zou Nathalie mogelijk niet de biologische dochter van André zijn, maar eerder van Joop Hazes, de broer van André. Dit nieuws komt als een verrassing voor velen, aangezien de meeste mensen denken dat André Hazes slechts twee kinderen heeft, namelijk André Junior en Roxaan. Echter, de zanger heeft nog twee kinderen uit eerdere relaties, Nathalie Geboren uit zijn relatie met Annie Dijkstra en Melvin, geboren uit zijn relatie met Elle Wolf. De geschiedenis onthult dat André Hazes, ondanks zijn status als volksheld, zijn verantwoordelijkheden als vader niet altijd heeft nagekomen. Zijn relatie met Annie eindigde in bedrog en ernstige alcoholverslaving, wat resulteerde in verwaarlozing van Nathalie en Melvin. Toen Nathalie haar vader miste en contact zocht, weigerde André dit lange tijd. Het duurde zelfs tot de komst van een kleinzoon voordat ze weer met elkaar spraken. Aan de andere kant heeft Melvin zijn vader nooit vergeven en besloot op zijn achttiende zijn achternaam te wijzigen. Nu doet een opmerkelijk bericht op Instagram-kanaal Reality FBI de ronde, waar wordt gesuggereerd dat Nathalie mogelijk de dochter is van Joop Hazes in plaats van André. Volgens de bronnen beweert het kanaal dat André zelf ooit heeft onthuld dat Annie Dijkstra en Joop Hazes daadwerkelijk de ouders zouden zijn. Dit zou de reden zijn geweest waarom André lange tijd geen contact wilde met Nathalie. Het verhaal gaat verder met de bewering dat Joop Hazes in de tijd dat André met Annie was, vreemd ging met haar, wat zou betekenen dat Nathalie niet een halfzus van André en Roxane is, maar eerder een nicht. Deze beweringen zijn natuurlijk niet lichtzinnig en roepen veel vragen op. Sinds september 2004 kan André Hazes geen duidelijkheid verschaffen over deze kwestie. Het blijft een complexe situatie. Waarbij Joop Hazes mogelijk de enige is die opheldering kan bieden. De speculaties rondom het familiedrama van de Hazes-clan nemen toe, en het is afwachten hoe dit verhaal zich verder ontvouwt in de media.